Ik heb er hard voor gewerkt en ik ben heel blij dat dit op mijn pad is gekomen. De 18-jarige Wessel Grevers uit Winterswijk is door het landelijke platform Empty Sprout genomineerd als meest veelbelovende ondernemer van 2021. Wessel bouwde het afgelopen jaar een webshop met zwembrillen op sterkte en dat bleek een gat in de markt te zijn. Nou, zoals je ziet, de glazen zijn gespiegeld. Dus het is niet alleen voor in het water, hier in het zwembad biedt het je goed zicht, maar ook in het open water kan het de oplossing bieden. Hij timmerde het afgelopen jaar behoorlijk aan de weg met zijn webshop en blijkt met de verkoop van zwembrillen op sterkte een gat in de markt te hebben gevonden. Mensen die gaan zwemmen op vakantie, mensen die zitten hier te zwemmen in het zwembad. Ja, nou, daar heb je gewoon echt een enorme doelgroep die je kan pakken. Het is alleen nog niet zo'n bijzonder product. Dus ik ben daar echt heel veel mee bezig om het aan de man te krijgen. Dat mensen ervan bewust zijn dat zoiets bestaat. En het is maar voor een kleine prijs is het te verkrijgen. Dus ja, het is echt een uitkomst, vind ik. En daar ben ik echt door dat marktonderzoek wat ik heb gedaan, ben ik daar ook achter gekomen. Bart zag het idee van Wessel langskomen. En voor hem is deze zwembril echt een uitkomst. Nou herken ik de mensen en ik heb ook een beter zicht waar ik nou eigenlijk precies ben. Ook als ik in een groot zwembad ben, met meerdere mensen ben, met vrienden aan het zwemmen, dan zijn ze toch gebleven. Dan zet ik mijn brilletje op, dan kan ik mensen goed zien en goed herkennen. Dat is echt wel een stap vooruit voor mij. Het landelijke ondernemersplatform Empty Sprout nomineerde Wessel voor de 25 meest veelbelovende ondernemers van 2021. Ja, kijk, het is natuurlijk een enorme eer die je krijgt op al je harde werk wat je hebt verricht. Dus ik ga er zeker een mooi feestje van maken. Ik denk wel dat hij ervoor wel verdient. Want hij houdt je goed op de hoogte wat er allemaal gaande is. Met de prijs zit hij goed en zijn website ziet er netjes uit. En hij communiceert op een goede manier. Allemaal dingen die we van een jonge ondernemer verwachten eigenlijk. Morgen hoort Wessel of hij het heeft geschopt tot de laatste drie.